Op het moment dat de wens bij een klant ligt om zijn vee-installatie te verduurzamen, dan kijk je natuurlijk naar het hele plaatje. Je loopt het huis rond, je kijkt wat voor installaties daar zitten, wat voor kranen erin zitten, hoe de vee-installatie is opgebouwd om zo goed mogelijk advies te geven. Je zou voor hybride kunnen kiezen op het moment dat je een bestaande woning hebt en die wil je verduurzamen. En daarmee kun je zorgen dat je met een lager energieverbruik, en daar versta ik gas en elektra onder, je woning kan verwarmen. En hybride is eigenlijk een samenvoeging van twee installatiedelen natuurlijk. Je hebt de cv-ketel en de Elga. En de Elga is dan een hybride warmtepomp. Dus je bent daar veel meer duurzamer mee aan het verwarmen. Het kan een bestaand systeem, het kan gemonteerd worden op iedere cv-ketel. En uiteraard hoort daar het waterzuinig inregelen bij. De essentie van het waterzuinig inregelen is natuurlijk dat je die radiator die hoeveelheid energie geeft wat hij aan kan. En niet meer dan dat. We worden ook door Remea goed ondersteund daarin, mochten er vragen zijn. En ja, Remea is voor ons een goede partner om daarmee aan de slag te gaan. Ja, mijn motivatie is dat ik techniek leuk vind. En samen dat met een consument overleggen en daarmee ook een stukje besparing kan genereren, ja, dat is mijn uiteindelijke doel.